Ben is in stoel, we zijn natuurlijk. Ja, dat kan ook. Anders dan lukt het niet. Mag ik hem nog een beetje samen met u zitten? Ja. Is het genoeg? Wat mij betreft wel. Toch wel leuk. Ik moet er even worden. Oh ja. Nou, dat komt zo wel. Nee, ik heb zwaai. Dan heb je een stuur. Ja, dit. Oh, die pannenkanten kunnen lekker roeren, hè? Ja, hè? Ja. Welkom op deze bijzondere middag. We zitten hier op een hele bijzondere plek. Niet alleen hier, maar we hebben door de wandeling ook heel veel historie opgehaald en begrepen dat de Rode School hier ligt en niet vlakbij het huizen. Maar de uitleg daarvan hebben we keurig gekregen door de heer Thieboud en ook door de anderen. Prachtig, dank u wel. Hartelijk welkom, wethouder Arjen Dolles. Hartelijk welkom, afgevaardigden van de provincie. Leuk dat jullie er zijn om dit hier mee te maken. En ook welkom aan Koos. Koos, waar zit hij? Ja, Koos Koop. Ook welkom. En Geert Bos als voorzitter van Wierde en Dijk hier. En Koos is voorzitter van Boer en Natuur. Midden-Groningen, ja. En als u bij boerderij Fraam kijkt, daar is een heel veld ingezaaid van Boer en Natuur. Hier vlakbij. Het idee was hier, heeft ooit een woning gestaan van de familie Herema. Ik hou het daar maar even bij de familie Herema. Die had hier een aardige uitbreiding met een paard en een geitje en dan weet ik veel, ook een aantal paarden. Maar op een gegeven moment werd een bouwval en van de ene op de andere dag was hij de eerste die door de NAM opgedragen werd om te verhuizen. Hij moest er direct uit, binnen 24 uur, want de woning zou instorten. Hij was de eerste woning die plat ging. En dat heeft hem zeer aangegrepen. Hij is later heeft die woning aangeboden gekregen in Appingedam. Dat heeft de Dorpsbelang en APB heeft dat ook aangegrepen en die is hier vaak langs geweest. En op voorstel van een van de bestuursleden, Tieme de Jong, hebben we hier nog een bordje in de tuin gehad. We hebben Sandra Beckerman hier nog op bezoek gehad. Want kijk, hier kun je nou zien wat een aardbeving teweeg brengt. En wat voor ellende of dat teweeg bracht. Op de duur kwamen we in gesprek met Wierden en Dijk. En we hadden een bestuurslid in ons midden, Harry Hoving. En we zeiden, is dat niet om dat gezamenlijk op te pakken? Nou, u ziet het resultaat hier. Lang verhaal kort te maken. We zijn heel blij, Geert, voorzitter van Wierden en Dijk, dat dit gelukt is en dat we hier een mooie bijenidylle hebben kunnen neerzetten. Wat daardoor het toeristisch aantrekkelijk maken om hier langs te wandelen en van te genieten. Ik wil jou dan ook graag het woord geven als voorzitter van Wierden en Dijk. Ja. Bedankt, Henk, van de Algemeen Plaatselijk Belang. Zoals net al gezegd, ik heb ook opdracht van Harry gekregen van hou een heel verhaal. Alleen ik wou het maar kort houden. Ten eerste welkom ook
ook namens Wier en Dijk. We staan nu op het land van de familie Wouda. Van het hoekje van Wier en Dijk staat aan de andere kant van de weg. Dus dat moet ook even recht zetten. En we hebben een hele mooie wandeling gehad. En dat is ook eigenlijk gelijk wat Wier en Dijk is. Wier en Dijk is een vereniging van boeren en burgers. En wij zijn 25 jaar geleden opgericht door Harm Westers en Hanny Hiddema. En zij voelden toen al dat de landbouw en de burgers wat uit elkaar groeiden. En dat de boeren intensief werden. En dat mensen niet meer zo makkelijk van elkaar aannamen waarom we deden en hoe we deden. En er zijn heel veel die hebben geen familie meer in de landbouw. Dus die connectie wat wegraakte. En zij hebben Wier en Dijk opgericht. Zij zijn leden, boerenleden, burgerleden. Wij hebben nu ongeveer 300 leden, waarvan dik 100 boeren en een kleine 200 burgers. En wij hebben allemaal projecten. Dat is begonnen op boerenland en dat jaar rietsloten, erven en landlopen. En daar is een deel van die projecten zijn doorgegaan naar het collectief, nu Boeren Natuur Midden-Groningen, vandaar dat Koos Koop er ook is. En wij zijn nu gewoon doorgegaan met projecten en dat is dit project van wat wij noemen van Harry Hoveen. Het is van algemeen plaatselijk belang Bedum. Was een van de dingen die een paar jaar geleden op ons pad kwamen. En Wier en Dijk is in principe, hebben wij projecten, hebben wij geen eigendom. Maar Harry zei, dit is wel een heel mooi project. En dat land is nu van de NAM. En die in de NAM wil ik kwijt en daar moeten we wat mee. En anders dan, wat gebeurt er anders mee? En de Algemeen Plaatselijk Belang was behoorlijk bezig met bijenidyllis aan het aanleggen in Wedum zelf. En ook deze berm, die paste daar eigenlijk ook heel goed voor. Hè, wat je ook al zei. Jullie oud-bestuurslid Tieme de Jong, die was er nogal druk mee. Ja. Ja. En geef verder weer het woord aan de ceremoniemeester. Ja. Ja. Oké, dan wil ik graag Harry en Nolles uitnodigen hier nog wat te zeggen. En dan gaan we lopen om daar de opening te verrichten. Ja. Dankjewel. Ik vond het heel mooi dat jij zojuist goed wist te benoemen, Jan, weet je wie wat gedaan had. Want in wat ik nu wilde vertellen, mondt het eigenlijk ook wel een klein beetje uit dat, dat wij zo blij zijn met de mensen die wat doen. Want de reden dat wij hier zijn, de aanleiding dat we hier zijn, dat is rond de bevingen, de beslissingen van de NAM, het huis wat hier verdwenen is. En aan de andere kant hoogspanningslijn die daar gekomen is en vervangen is. Nou, dat kan je landschappelijk eigenlijk niet compenseren. Dan komt er een bedrag en je weet, je kan het niet compenseren. En dan kun je teleurgesteld bij blijven zitten. Maar we zijn ontzettend blij dat hier mensen het gewoon oppakken om er iets zo mooi mogelijks van te maken. Plaatselijk Belang Bedum heel erg bedanken voor het hosten van deze bijeenkomst. En meer, ik heb begrepen, VVV Bedum heeft er aan bijgedragen, de historische vereniging, Wierden en Dijken en meer. Ik ben er super blij mee, dank jullie wel. Dank wethouder voor uw mooie woorden, ondersteunende woorden. We hebben ook een hartstikke goede wandeling gehad, uitgezet door de VVV. En ik hoop dat we nog vele wandelingen kunnen uitzetten. Mooi. Ja, mooi. Oké, mag ik u dan uitnodigen om de opening te verrichten? Ja. Nou. Ja, in de knoop. En dus hij doet het. Ik loop er als eerste door. Ja. Harry als eerste. Jij mag als eerste erdoor. Oh, geweldig. Oké, gefeliciteerd. Je hebt er heel veel aan gedaan. Ja. Je mag inderdaad al eens. Ja, dankjewel hoor. Je bent enthousiast. Ja, maar jij werd goed mee. Jij bent gewoon enthousiast. Dank jullie wel. Ja, oké. Jij ook bedankt. Ja, bedankt. Dank.
Zo. Ja, die, ook ja. Namens ons, hè? Ja, nee, dit is hartstikke mooi. En ja, voor Wier en Dijk is heel bijzonder, hè? Ja. Voor Wier en Dijk is dat voor onze vastgoedportefeuille. Ja. Die heeft zich weer uitgebreid. Ja, ja, nou, die is nou ontstaan, ja. Zo staat dus, ja. Door, de balans. Ja, dat klopt. Ja, ja. Oh, ja? Ja, zeker. Ja. We waren heel bang dat wij straks heel veel van die overroepjes zouden krijgen. Ja, wat moet je ook weer dan mee? Ja, 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 zolang het maar mooi. Oké, mooi. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Jij helpt mee. Ja, ik help mee. Ja, ik help mee. Ja, nee, sorry. Zolang jullie daar hier onderhouden, wil wij wel onderhouden. Ja.